Yo beste mensen, ontzettend tof dat jullie weer kijken weer bij deze nieuwe video. Ja, jullie zien het ook aan de titel. Ik ben vandaag jarig. Ik ben 17 jaar. Klinkt niet zo heel erg enthousiast, dat klopt. Alleen dat komt omdat ik niet het gevoel heb dat ik echt jarig ben. Maar ik zal even aan jullie laten zien dat het echt 18 augustus is. Dan moet ik even de camera even omdraaien. 18 augustus om 5 voor 4. Dus ik heb eigenlijk de enige grootste cadeau heb ik al gekregen. Dat is natuurlijk de vakantie. Nog over 5, 6 dagen. Deze vlog zie je toevallig op donderdag. Donderdag 19 augustus, dus morgen. Jullie hebben ook nog gisteren om 10 uur de vakantie hier in de heenreisvlog van 1 minuutje nog niet. Ja, nog niet, 1 minuut. En in de tweede vlog, die is naar schatting. Ik moet het ook even werken, maar die heb ik nu al gezien. Die is om 7 uur online geweest. Maar die is naar schatting 6, 7 uur, die is al langer. Dus ik heb vandaag gewoon net al een lekker gebakje gehad. Ook lekker. Het is naar mijn mening voor de reis naar Postcel. Het viel me eigenlijk nog best mee. In het begin dacht ik van, vliegen is niet echt mijn ding, want het was ook de eerste keer vliegen voor mij. Dus voor de rest was het gewoon hartstikke leuk daar. Gewoon aardige mensen in het hotel, tenminste. De mensen die er werken, die hebben gewoon goed eten, goede zwembad. Van mijn beleving, gewoon lekker prima. En de terugreis die duurde ietsjes langer. Dat komt omdat we tegenwind hadden. Dus daar duurde het wel langer. Ik kon dan daar helaas niet filmen, ook vanwege de privacy. Omdat er te veel mensen bij zaten. Terwijl ik daar, als ik daar zat te filmen, dan zou het dan niet echt wel leuk zijn. En ik moet echt een keer even opfrissen. Dus jullie zien nu ook in de spiegel. Ja, met de action cam, die was ik helaas dus vergeten om mee te nemen op mijn kost. Dat ik speciaal voor kocht, 31 euro ben ik daarvoor kwijt. En ik zal morgen om 9 uur in de ochtend, komt er al een video online wat ik allemaal heb daar gekocht in kos. Dus dat komt in een hele aparte video. En voortaan zijn mijn vakantievlogs, wil ik daar eigenlijk... zo min mogelijk geld, als ik zo even ik zou geld even mee verdienen, wil ik daar zo min mogelijk geld aan mee verdienen. Ik ga puur. Omdat ik het vlog leuk wil maken, dus dan doe ik ook lekker muziekje. Net zoals de heenreisvlog. Ik heb ook gewoon lekker een auteursrecht video gebruikt. Ik let wel op dat mijn account niet wordt verwijderd en zo. Maar in ieder geval dat ik een video kan uploaden met die audio erop. Dus ja. Maar ik zie jullie als ik wel meer dingen ga doen, eventueel vandaag. Dus ja, en anders houdt het hierbij een beetje bij op. Ja, ik zie sowieso ook een keer in die spiegel een beetje te kijken naar mezelf hoe ik dit vlog. Dus ja, maar ik heb tenminste, ik laat even nu heel even zien. Even kijken, Reviews, ja, op dit moment is het extreem. Alleen als we dan morgen gaan kijken, dan naar 30 of naar 40 is. En ook omdat het zo'n 1 minuut vlog is, verwacht ik niet zo veel 5 minuten. Als je kijkt naar de video van de Voice Kids, maar die het meeste is bekeken, zit hier wel op 72.000 views. Maar ik zie je zo weer. Hopelijk vond je deze video tof. Zeg even, vergeet niet te tikken door mijn ogen. Vind je het natuurlijk leuk? Kun je wat abonneren op de video? Gaan we dus hier beneden. En voor de rest heb ik voor vandaag. Heb ik één eier. Jullie zien het ook aan mij. Ik film dit op mijn eigen verjaardag. Dat klopt. Op mijn eigen verjaardag ging ik nog even uit eten. Dus. Ik ben helemaal uitgezet. Maar ik ging even uit eten. Hartstikke gezellig natuurlijk. Ja, ik kom even niet uit mijn woorden, dit is een real life. Maar hopelijk vind ik deze video tof. Vergeet niet de duim omhoog te zetten. Vergeet niet natuurlijk gratis te abonneren. Natuurlijk gratis beneden. Gratis te liken, gratis reageren, alles is gratis. Dat is me wel leuk van. En ik zie jullie om 10 uur straks. Ja, om 10 uur straks weer bij een nieuwe video. Later. Fuck
wakker in een vreemde stad. Ik heb het langzamerhand wel een beetje gehad, yeah.